een vierde lid erbij voor Hart van Horen. En hier aan tafel staat hij. Leuk dat je kijkt naar Raad Praat. Hij vertrok bij de VVD, hij was daar fractievoorzitter. Begon uiteindelijk een eigen partij en bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalde hij twee zetels met die partij, Liberaal Horen. Die partij bestaat inmiddels niet meer en is omgedoopt naar Hart van Horen. En geen twee, maar plus één werd drie. En nou nog eentje erbij, nummer vier. Een vierde lid erbij voor Hart van Horen. En hier aan tafel staat hij. Menno Jas, waarom eigenlijk aangesloten bij of ben je overgestapt? Hoe zie je het zelf? De laatste weken, maanden wat oriënterende gesprekken gehad. Dat zijn de Hart van Horen, toen nog Liberaal Horen en de Realistische Partij. En ja, dat gaat natuurlijk niet altijd even makkelijk. Van eerst, nou ja, kom eens praten. Slag om de arm gehouden, want ik ben natuurlijk als DRP niet in mijn eentje. Ook nog te maken met een bestuur, met aangeslotenen. DRP is een stichting, geen vereniging. We hebben dus geen leden, maar aangeslotenen. Ja. Nou ja, wel het een en het ander afgedwongen, zullen we maar zeggen. Hè? Dus niet zo van, ik neem een zetel mee en ik kom bij jullie en that's that. Je hebt wel goed onderhandeld, wil je zeggen. Nou ja, dat gevoel heb ik wel. Ja. En ja. Nou ja, met de uitkomst van die onderhandelingen terug naar mijn bestuur. En ook van, jongens, hoe zitten jullie hierin? Hoe kunnen we dit verkopen? Hoe sluit dat aan, vooral bij ons verkiezingsprogramma? Hè? Want ja, we hebben die ene zetel natuurlijk gehaald op basis van ons verkiezingsprogramma. Ja, en de zaken waar je dan met elkaar over spreekt, in eerste aanleg met Chris, het bestuur ook van toenmalig Liberaal Horen, ja, nu Hart van Horen. Ja, toen allemaal. Ja, dus, ja, ja. Ja, wij maken het niet ingewikkeld hoor, jullie maken het ingewikkeld. Ja. Later ook met Ellen, en dan zie je toch dat je dermate overeenkomsten hebt. En ja, dan is het niet meer dan logisch om deze stap te maken. Ja, waren het harde onderhandelingen, Chris? Menno zegt van, nou, het moest wel even... Nou, het waren gewoon hele goede gesprekken. En dat waren ook gesprekken aan een lange keukentafel. En dan met een goed glas wijn erbij of een glas bier. Maar we hebben in ieder geval heel goed met elkaar gesproken. En want het gaat ook over van, wat willen we dan bereiken in de toekomst? Waar staan we dan voor? En waar gaan we ons hart voor maken? En we hebben ook eerlijk alle verkiezingsprogramma's bij elkaar gelegd. En daar ook weer een heel een geactualiseerd verkiezingsprogramma van gemaakt. Wat ik nu zie staan op jullie site is eigenlijk al de samenwerking. Ja. Ook, Menno, dus alles is al onderdeel van. Nou, ja, kijk. Een paar punten dus niet, want je hebt een aantal dingen moeten laten varen, zeg je. Want, nou ja, er zijn natuurlijk wel een aantal verschillen. Ja. En dat zijn in eerste aanleg de hoogbouw natuurlijk. En wij zeggen hoe hoger, hoe beter. Ja. En dat kan overal. Nou, er is wel discussie over gevoerd. En vooral naar aanleiding van een inbreidingsidee vanuit het college toentertijd met wat bijlages daarbij. Dat je zag dat mensen daar toch erg van geschrokken waren. Volkstuinen, speeltuintjes, alles moest wijken, want daar gingen we hoogbouwen. En dat nu was sta je het idee. Achter wat op het partijprogramma staat, in ieder geval aan de rand van de stad. Ik denk dat we het goed omschreven hebben, dat onbetaalbare hoogbouw, ja, voor wie ben je dan aan het bouwen? Ja. En waar is nu zo heel veel behoefte aan? Ja. Dus ik denk dat we daar goed uit zijn gekomen. We hebben in ons verkiezingsprogramma ook ooit eens iets geschreven over een 18-plus zone. Hè? Dus iets met een erotisch centrum of iets in die trant. Oh, echt? Dat bleek ook niet echt aan te sluiten bij de idealen van Hart van Horen. Amsterdam wilde namelijk vanaf. Nou ja, wat mij betreft waren ze welkom. Ja. Maar ik denk ook dat een gemeente of een stad als Horen daar niet op zit te wachten. Daar ben ik inmiddels van overtuigd. Je kan in de politiek dingen voortschrijdend inzicht noemen. Moet je niet te vaak doen, want dan ben je niet meer geloofwaardig. Ja. De zaken waar we elkaar wel vinden, of de zaken waar we ons over het algemeen en de hoofdzaak waar we elkaar vinden, ik denk dat dat het belangrijkste is. En helemaal, dat is actueel, dat zijn zaken die de burger en de ondernemer in Horen bezighouden en ik denk dat dat, ja. Vind je het niet jammer dat het DRP dan ophoudt te bestaan? Het is toch iets wat van jou is. Nou ja, het grappige is dat dus met hetgene wat we met elkaar hebben afgesproken, DRP als zijnde die raadzetel ophoudt te bestaan, dat die organisatie, die stichting DRP, die bestaat. Ja, en die blijft bestaan ook. Die stichting, dat hebben we dus met elkaar afgesproken, die neemt één bestuurszetel over in de nieuwe organisatie. Ja. Nou ja, en daarmee is wat ons betreft, houden we
hetgene wat we toen hebben bedacht en met de mensen waar we dat toen mee zijn gestart, dat houden we overeind. Hè. Dus we hebben onze aangeslotene vergaderingen, we hebben nog ons eigen geluid, maar gecombineerd is het meer en is het beter. En ja, dus jammer. Ik denk... Je wordt gewoon van hart van horen natuurlijk. Uiteraard, ja. Maar wat is jammer? Want jij weet, ik ben nu ongeveer 6 jaar raadslid. Dat denk ik, ja. En je ziet al de informatie, je ziet al de stukken, maar daarvan heb je ook alle frustratie. Ja. En wat ik heel vaak merk, je moet echt van goede huizen komen, ja, om met dat ene zedeltje iets aan te kaarten en dan, ja, ook iets voor elkaar, ja, te krijgen. Ja. En ik denk dat dat de meest... De kracht is dat je samen nu... De motivatie, ja, is geweest van, we kunnen nu die krachten bundelen en we kunnen dat, in plaats van, ja, dat ik dat dan in mijn eentje moet doen, ja, doe je dat met 4 mensen en, ja, dan komt het toch even wat sterker en dan krijg je misschien toch net even wat meer voor, ja, elkaar. Ja. Is het ook een soort van terugvalmogelijkheid eventueel nog, doordat het nog blijft bestaan, dat je, als het nou niet bevalt, dat je kan zeggen, nou, ik ga de volgende keer gewoon weer met DAP de verkiezing in? Wat we hebben afgesproken is dat we een stok achter de deur houden, en laten we zeggen een slag om de arm, waarin dus de stichting als de vereniging blijven bestaan. Ja. En mocht het nou echt uitlopen op een fiasco, kan je dan altijd terug. Kan dat dan formeel trouwens ook? Want ik bedoel, als jij dus, ja, natuurlijk, de zetels zijn natuurlijk op persoons. Ja. Dat is ook de reden, Ellen, waarom jij natuurlijk tenminste kon overstappen, want het is natuurlijk aan personen gekoppeld. Aan Menno kan ik niet vragen wat ze ervan vinden. Ja, hij zegt, de stichting en dergelijke vindt het prima, maar er is niemand meer in die raad die het nu kan vragen. Wat vinden we ervan? Wat vonden ze ervan dat jij vertrok bij fractie Tonaar? Nou, de reactie was heel erg jammer en onverwacht. Ik heb eigenlijk een heel kort gesprek gehad. Ja? Er werd al wel gespeculeerd. Met Roger een kort gesprek? Ja. Oh, dat is knap. Met Roger en Marieke Rijk, ja, ook. Dat, ja, was na een commissievergadering en dat was het moment dat ik het officieel, ja, ook meedeelde. Waren ze verrast? Nou, ze wisten dat er wel gesprekken waren geweest. Alleen dat het op dat moment nog kwam, ja, daar waren ze wel verrast, ja, over. Ja. En dat kan ik ze niet kwalijk nemen, want ik heb even gewoon stilte gehouden. Ja. Ik ben er tot eigenlijk voor kort nog zelf mee in tweestrijd geweest van wat ga ik nou doen? Ja, aan de ene nu kant... niet meer, toch? Nee, okay, absoluut niet. Nee. Ik zie Chris al helemaal onder tafel schoppen van ik wat? Denk, oh jee. Wordt weer min 1. Ja. Nee, uiteindelijk was het gewoon, yes, ik ga ervoor. Weet je, ik ben vrij nieuw in de politiek. Ik ben de laatste verkiezingen ben ik erin gekomen en een half jaar daarvoor pas gaan starten met fractievolgen. Daarvoor deed ik heel andere dingen, dus ik was er niet mee bekend. Dan denk je van, ja, weet ik het allemaal wel? Kan ik het allemaal wel? Is het niet wat snel dat je dan zo snel al overstapt? Had je het eerst even, laten we zeggen, de kans moeten geven? Nou ja, precies. Dat is dan de overweging die je ook maakt. Alleen in de zomervakantie ben ik gewoon in Hoorn geweest, heb het fort hier bewaakt. En ik heb Chris gesproken, ik heb Menno gesproken, ik heb Debbie gesproken. Goede gesprekken gehad, de ideeën aangehoord van, nou, dit is wat we willen, dit is wat we kunnen. Gezien hoe wij als heel verschillende personen de krachten kunnen bundelen. We zijn heel verschillende mensen met heel verschillende achtergronden. Iedereen heeft zijn eigen aandachtsgebied. Ja. En daarmee kunnen we zoveel mensen bereiken. Ja. En dan is die naam, ja, Hart voor Hoorn, was hart leuk van, geweest, maar ja, is dat kan Hart niet. Van Hoorn. Ja, ja, want Hart voor Hoorn is een? Kerkelijke organisatie. Een kerkelijke organisatie, ja. Oh ja. Die, ja, was hier al in Hoorn. Nou, dat het Hart van Hoorn is misschien ook mooier dan Hart voor Hoorn. Het kloppend maakt, hart van. Het kloppend hart van, ja. En, precies, ja. Is het dan zo dat je ook nu, zeg maar, dan ook wat Menno moest doen, een aantal dingen die de fractie Tonaar, zeg maar, vond, dat je dan daarin ook hebt moeten veranderen? Nou, ik denk dat we al redelijk op één lijn zaten. En wat Menno ook opnoemt over die hoogbouw, daar ben ik zelf geen voorstander van. Dat was bij fractie Tonaar ook zo. Ja. We willen gewoon de skyline van Hoorn en het authentieke van Hoorn bewaren. En wat je momenteel ook ziet, is dat die dure hoogbouw, dat wordt sowieso niet verkocht. Ja, we hebben ook een beetje een crisis in de woningbouw. Precies, daar zit je ook nog een keertje mee. Ja. Aan de andere kant heb je natuurlijk wel woonruimte nodig. Ja. Ik heb ook een zoon die nog op zijn kamer boven woont. Ja, gezellig. Is gezellig, ja. Hartstikke lieve gozer. Ja, maar op de duur moet hij de deur uit. Op de duur wil hij de deur uit. Hoe ontstond jullie contact eigenlijk? Wie belde wie? We belden niet. We spraken elkaar in de raadzaal. Ja. En Chris die kwam out of the blue. Nou ja, blue, je ziet het wel. Van, ik zou jou wel graag bij ons willen hebben. Dus, oké, okay. En jij had echt zin, huh? Ik liep daar te leuren met een amendement of een motie, geloof ik. Van, wil je meedoen? Ik zeg,
Laten we dat even op een ander moment op een andere plek bespreken. Ja. Zeg, ik sta altijd. Ja, want jij zit natuurlijk redelijk ver weg. Bedoel, jullie zitten nog dicht bij elkaar natuurlijk in die raadzaal. Dat maar jij zit aan de overkant. Ja. Dus even een loopje. En toen dacht jij van. En je had niet meteen zoiets van: dit moet ik even. Dat soort dingen wil je bespreken met mensen natuurlijk. Maar dat kan je natuurlijk niet binnen de raad bespreken. Binnen nee, de fractie. Nee. Dus dat, het was toen ook vakantie. Het was de laatste vergadering voor het zomerreces. En in de vakantie zijn we met elkaar in gesprek geraakt. Elkaar aangehoord, ideeën aangehoord. En dacht je, doe het gewoon. Uiteindelijk was het ja. Ja. Officiële reactie van Roger Tonaar, trouwens, heeft hij ook al in de krant gezegd, maar ook nog even tegen mij vandaag. Wat betreft het vertrek van Ellen, we hebben er kennis van genomen en gaan door met ons werk. Ja, heel nuchter. Ja, toch? Heel, toch, ja. Simon Broersma die vertrok natuurlijk ook, dus het waren er eigenlijk twee tegelijk. Norbert de Vries is erin gekomen. Het is een zetel minder, maar goed, ze hebben er nog steeds vijf. Ja. Patrick Hoefman is natuurlijk ooit nog overgekomen. Vlak na de verkiezingen van het CDA. Dus gelukkig hebben ze nog vijf zetels en die gun ik ze ook van harte. Ja, maar je wilt natuurlijk liever natuurlijk straks, jullie hebben er nu vier, dus je bent niet de grootste nog, want dat is natuurlijk fractie Tonaar. Je hebt ambities, Chris, want dit is natuurlijk niet zomaar iets. Ik bedoel, er zijn echt, dat is ook de reden waarom we hier nu staan natuurlijk, eigenlijk wil jij de grootste worden. Nou ja, kijk, als je kijkt naar wat er afgelopen jaren gebeurt in Horen, dan zien wij op heel veel terreinen geen vooruitgang. We hebben het al jarenlang over de poort van Horen. We hebben het al jarenlang over dat we woningen willen realiseren voor onze woningzoekenden. De wachtlijsten zijn gigantisch. En er moet echt iets gebeuren. Dus vandaar ook toen, het is tijd voor verandering. Het vertrouwen in de politiek is weg. Mensen hebben geen vertrouwen meer. Bloembakjes moeten weg. Ondernemers worden betutteld. De bankjes. De bankjes. Of het nou bankjes zijn of feestverlichting of terrassen. De hele algehele teneur in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Dus zowel ondernemers als met onze inwoners. Dat gaat niet goed op deze manier. En nou, wij als met elkaar, we hebben een groep nu van vier. Die hebben een soort gedeelde opvatting over hoe je dat moet doen. En dat is dat wij de bewoners daadwerkelijk ook opzoeken. We gaan naar hun toe, we spreken met ze, we gaan naar bedrijven toe, we spreken met ze. We luisteren naar hun, want wij zijn gekozen voor de belangen van onze inwoners en bedrijven. Ja. Nou, ga je dat meer doen als Hart van Horen dan als Liberaal Horen dan? Nou, het mooie is dat de mensen die nu bij Hart van Horen aangesloten zijn, allemaal dezelfde insteek daarin hebben. Dus we gaan allemaal naar mensen toe, we gaan allemaal naar bedrijven toe. En wat we net ook zei, Ellen, is we hebben net allemaal weer net even andere netwerken. Ja. En dat bij elkaar kan ontstaan, dat er een olievlek gaat ontstaan over de stad. En je noemde het, je hebt ambitie, ja. En tuurlijk, wij willen de grootste worden over een aantal jaren. En we willen heel groot worden. En waarom? Omdat je dan ook daadwerkelijk invloed hebt in het beleid wat we willen uitvoeren. Ja, en met de grootste, wil je dan de grootste worden na de volgende verkiezingen, zijn in mijn hoofd in 2026? Of wil je voor die tijd al de grootste worden? Ja, natuurlijk. Ja. Kijk, ik wil geen raadsleden belemmeren in het feit dat zij ook naar die fractie toe willen, die uiteindelijk gaat bijdragen aan die stad waar ze ook eigenlijk al lang naar verlangen. Je praat in de derde persoon, maar je bedoelt natuurlijk jouw fractie. Ja. Je bedoelt natuurlijk, blijf jij trouwens fractievoorzitter? Ja. Want jij natuurlijk fractievoorzitter van de DRP was. Mm-hmm. Ja. Of wordt dat straks nog een interessante strijd? Nee, we hebben geen strijd in onze fractie. Nou, als je nou kijkt naar wat er politiek landelijk gezien altijd gebeurt. Zeker, je natuurlijk altijd zeker. Dat, je hoeft er geen strijd te noemen. Maar we moeten nu gaan bouwen. We moeten nu gaan bouwen. Ja. En we hebben een prachtige club met iedereen zijn expertise's. En daar gaan we ook de dossiers op indelen. Als men op bepaalde onderwerpen, dan gaat hij helemaal vol voor. Ja. Dat geeft mij ook de ruimte om op andere manieren weer mijn krachten in te zetten. Ik bedoel, wij stellen soms vragen en ik kom er gewoon niet altijd aan toe om vragen te stellen. Ja. En doordat we nu juist wat groter zijn, krijg ik juist ook wat meer ruimte om juist ook op bepaalde thema's wat dieper in te gaan. En dat merk je gewoon dat het ontzettend fijn is dat je nou wat meer collega's hebt. Is het zo, als je verder groeit, wil dat zeggen dat eigenlijk... daar kom ik straks zo nog even op terug, hoe je dat dan doet. Maar dat wil zeggen dat je eigenlijk het merendeel van de mensen in Horen achter je hebt staan. Hè? Ja, dus klopt. Maar dat is natuurlijk, dat lijkt mooi, maar we hebben natuurlijk een... Nou ja, het is allemaal versplinterd. Iedereen vindt wat. En als ik dan bijvoorbeeld naar jullie programma kijk, denk ik, ja, dat is prachtig. Dat wil ik ook allemaal. Maar dat gaan we never en nooit natuurlijk allemaal realiseren. Want dat kost allemaal geld en dit kan niet. We hebben te maken met provinciale overheden, met landelijk. Dus in die zin, hoe realistisch is het, de realistische partij? Nou ja, wij willen in ieder geval wel. Nee, maar dat is een heel goed bruggetje. Kijk, het mag niet zo zijn dat wij een partij zijn die alleen maar dingen gaan beloven. Ja. Omwille van het feit dat onze kiezer denkt van dat is mooi, dat gaan we dan ook doen. Ja. Maar we staan wel ergens voor. En we willen wel ergens naartoe.
En als je ons dan de keuze stelt van ga je dan de hoogbouw in of ga je kijken of er eventueel ruimte is rondom Hoorn om een nieuwbouwwijk te realiseren, waarbij ook onze jongeren een betaalbare woning kunnen gaan krijgen, dan gaan we daarvoor. Maar dan moeten we daar nu wel 100% voor ingaan. Ja. En daar gebeurt op dit moment helemaal niets. Ja. En als wij vinden... Nou, je ziet een verandering. Je zag gisteren ook al volgens mij gedeputeerde Beemsterboer, die al riep op persoonlijk titel overigens van we moeten aan die randen bouwen en dergelijke. Ja, in Noord-Holland, ja, maar, oproep voor de gemeente. Maar 50 woninkjes of... één of twee straten erbij, precies, in het dorp. Ja, wat nu actueel is, dat is natuurlijk verschrikkelijk om te zien wat er gebeurt. Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben als zijnde Hoorn. Van Hoorn zeggen, excuseer. Wij weten bijna alles, Menno. Jullie weten bijna alles. Nou ja, wat er gebeurt aankomende dinsdag, staat dat die nota van uitgangspunt, of hoe heet dat, over die compagnie 1, hè, de oude glasbak. Ja. Daar worden dan versneld, worden daar 100 sociale huurwoningen gerealiseerd. Daar wordt van gezegd dat die in eerste aanleg ingezet worden voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen. Ja. En zo niet dat daar speciale doelgroepen gehuisvest kunnen worden. Nou, wij lezen die stukken goed. Wij lezen het participatietraject door. En dan wordt er met ondernemers uit de buurt, dan wordt er met bewoners uit de buurt gesproken. Ja. En als die vragen, als die Oekraïense vluchtelingen daar niet wonen, wat komt er dan? Komen er dan asielzoekers met een verblijfstatus, de statushouders daar te wonen? En je ziet alleen maar ontwijkende beantwoording. En mijn verwijt aan dit college is... Jullie vertellen hier niet het eerlijke verhaal. En wat wij zien dat er gebeurt, is dat wij dadelijk gewoon opgescheept worden met een verkapt asielzoekerscentrum. En dat wil je niet. Als het college dat wil, want het college die werkt daarin samen met het Rijksvastgoedbedrijf. Als zij dat willen, dan moeten ze wel eerlijk zijn tegen de bewoners, tegen de ondernemers, tegen de raad en de commissie. Jongens, dit is wat we daar op deze manier gaan doen. En het niet op deze manier met allemaal... Omwegen. Het is de manier waarop er gecommuniceerd wordt, bedoel je ook. Exact. Ja, jullie willen duidelijker worden in die communicatie. Nou, duidelijker worden in de communicatie. En als je dan feest gaat vieren en doet alsof het zo'n prestatie is dat je 100 sociale huurwoningen aan je bestand toevoegt. Laat dan wel ook even weten dat onze jeugd, die steeds meer vergeten wordt, daar niet voor in aanmerking komt. Ja. En dat is wel een grote zorg op dit moment. Ja. En die zorg die wordt natuurlijk alleen maar groter. Welke punten zijn voor jou belangrijk, Ellen, de komende jaren? Nou, ik beweeg me heel erg onder de mensen, dus wat speelt er nu bij de mensen? Ik ben nu weer bezig, het gaat over inclusiviteit. Mensen die in een rolstoel bijvoorbeeld zitten, die zeggen van, ik kan geen leuke dingen doen, dat is er hier niet in Hoorn. Afval, daar was ik voor de politiek al mee bezig, afvalbeleid. Ja. Wat hebben we nog meer? Veiligheid, dat is altijd een groot goed geweest. Ik woon in de Kersenbogert, daar speelt ook nog wel eens het een en ander. Rondom het station vooral. Rondom het station bijvoorbeeld. Ook hier het station, camera's die alleen maar aan de voorkant staan, die we ook aan de achterkant willen hebben, want dat is echt geen prettig terrein. Nou, wat hebben we nog meer? Er is zo ontzettend veel. Energie hou ik me mee bezig. Ja. Ik zit in de meedenkgroep Duurzaamheid. Eenzaamheid. Moeilijk onderwerp. Momenteel eenzaamheid. Het was pas de week van de eenzaamheid. Nou, dan hoor je dat er een zelfmoordpercentage is. Dat ik denk, van daar schrik ik enorm van. Hier in Hoorn specifiek? Nou, het zal ongetwijfeld groter zijn, maar ik heb het uit Hoorn gehoord. Dat op 6 overledenen, dat daarvan 2 mensen met lichamelijke klachten en 4 door eenzaamheid en isolatie uit het leven zijn gestapt. En dat is gewoon heel heftig. Dat soort dingen, daar hou ik me mee bezig. Dus er is veel werk te doen, Chris, de komende tijd. Waar ik op terug wilde komen is van... je kan natuurlijk zeggen van we wachten tot de volgende verkiezingen. En dan worden we de grootste. Jij bent al nu stappen aan het zetten. De fractie heeft er nu 4. Ja. Dan vraag ik me af, who's next? Nou ja, kijk, het is natuurlijk aan ieder die het wil... om zich bij ons aan te sluiten. En het zou mij niks verbazen als wij op enig moment weer hier staan. En dat we dan niet met z'n 4 er staan, maar dan... Met z'n 10. Met z'n 5. Iets groter op tafel. Ja. Nee, maar hoe wordt dat eigenlijk even... Hoe wordt dat binnen de raad ervaren? Ik bedoel... Ik denk een hele positieve ontwikkeling. Ja? Ja. Ik hoor ook andere geluiden. Ze willen heel graag dat wij de grootste worden. Ja, ik hoor ook andere geluiden dat ze zeggen van nou, we vinden het... wacht even tot de verkiezing en doe het dan. En geef de kiezer het woord. In plaats van dat je nu eigenlijk mensen die op Tonaar hebben gestemd, op DRP hebben gestemd, dan zeg maar bij je laat aansluiten. Uiteraard mag dat.
Ja. Maar die verhalen zijn er ook. Dat is een afweging geweest, hè, die wij ook hebben gemaakt van wanneer dan. Ja, ja. En uiteindelijk hebben we gezegd, als je straks pas komt met de verkiezingen, dan is het weer helemaal nieuw. De mensen zien door het boom het bos niet meer. Ze kunnen nu aan ons wennen. Ja. Hoe doen ze het? Waar staan ze voor? We kunnen ons nu maar hebben nu dus nog twee jaar de tijd voor. Maar snap je dat mensen dat vinden? Dat ze zeggen van, ja. Ik vind dat... Ja? Ja, en wat zeg je dan tegen ze? Dat ik dat ook wel begrijp. Ja. Alleen... Precies wat Ellen zegt, is van dat is precies die afweging die je dan maakt. Van als je start met een nieuwe partij bij de verkiezingen, dan is het hard van horen, ja, wat is dat voor een partij? Die kennen we niet. Ja. Dan is het veel lastiger om je ambitie al meteen een stap te maken met een dat je daar wil staan met een wat grotere fractie. Kijk, nu hebben we de mogelijkheid om langzaam te groeien en de mensen te laten inzien van ja... Inderdaad, het kan anders. Ja. En wij willen best die partijen ook straks in die verkiezingsstrijd de kans geven om te laten zien waar ze voor staan. Ja. Wanneer staan we hier aan tafel met nummer 5? Nou, dat hoop ik zo snel mogelijk. Maar dat weten we gewoon niet. Nog dit jaar? Nou, dat weet ik niet. Maar dat zou mooi zijn. Oké, dankjewel. Dankjewel. Gisteren mij, Jos. Tot de volgende keer bij Raadpraat. Misschien met meer mensen aan tafel of anderen. Tot dan.